Vandaag zijn we weer bij een nieuwe video. Ik voel me even goed, want vandaag hebben wij gewoon echt iets van 9 abonnees op 1 dag tijd bijgekregen. Dat is insane. En ik ben ook gewoon heel blij dat ik dat gedaan heb, van die veranderingen van het begin. Ik vind het er geweldig uitzien allemaal. Ik heb ook veel positieve comments gekregen onder die ene video, dus dank je wel. Jullie zijn allemaal geweldig. En gewoon, ik heb nu toch gewoon een klein beetje een serie gestart van jouw woord, mijn video. En vandaag gaan we daar gewoon mee verder. Tweede aflevering. De vorige hadden we gedaan over eten. Nu gaan we het ook over iets van eten hebben, want deze komt van Mars, Driessen. Broodpudding. Dat is heel interessant. Mars gebruikt dat woordje tegenwoordig redelijk vaak. Broodpudding zegt niet normaal hoe vaak dat dat eigenlijk zegt. De jongen weten dat natuurlijk niet, maar ik wel. En daarom dacht ik van, ik weet eigenlijk, ik heb nog nooit iets, een foto gezien van broodpudding. Jullie hebben daar waarschijnlijk ook nog geen eens van, ooit van gehoord. Ik had er ook nog nooit van gehoord, totdat hij er ineens mee afkwam. Hij wist zelf ook helemaal niet dat het bestond, totdat iemand het tegen ons zei. En dat was van, wat? En ja, en toen dacht ik van, ik doe het gewoon, ik heb niet zo heel veel woordjes, maar laten we dan gewoon broodpudding doen. Laten we gewoon afbeeldingen gaan opzoeken van broodpudding. Oké, we moeten dus wel even op Google natuurlijk gaan opzoeken wat broodpudding precies is. Dus dit is mijn eerste reactie. Ik ga het nu gewoon opzoeken. Dus we beginnen met de B. R-O-O. Broodpudding. Zo. Broodpudding recept aveven solo met appel met banaan. Dus dat is al speciale dingen. Oké, daar gaan we. Krijgen we al een afbeelding te zien of moet ik... Wow. Broodpudding. Ik vind het nog altijd zo gek om te zeggen. Broodpudding, we gaan hier eens op klikken. Hoe ziet het eruit? Wow, het ziet er best wel cool uit eigenlijk. En dan lekker, het ziet echt... Damn, het ziet er goed uit. Het is gewoon eigenlijk een soort van cake, maar dan broodcake. Het is gewoon broodcake. Dat is het gewoon. Maar wat heeft de pudding er dan mee te maken? Zie ik hier beneden nog iets staan? Broodpudding, wat is dit? Broodpudding. Dat ziet er eigenlijk wel heel anders uit als Regis. Ja, maakt niet uit. Heeft toch helemaal niks met pudding te maken? Waarom noemt men dit dan broodpudding? Waarom niet gewoon broodcake? Dat is toch logisch, niet? Broodcake. Of cakebrood, of gewoon cake. Bananencake, dat soort dingen. Ja, broodcake is iets apart. Laten we gewoon overgaan naar het grootste. Oké, we hebben vandaag toch wel iets nieuws geleerd, denk ik, dankzij Mars hebben we toch wel weer iets nieuws ontdekt. Wat broodpudding vandaag allemaal is, wat de inhoud en die dingen. Alleen snap ik nog altijd niet wat het nu eigenlijk, waarom dat mensen het nu eigenlijk precies broodpudding noemen. Want er is gewoon helemaal niks pudding aan, het is gewoon cake, broodcake. Ja, als jij nu nog gewoon eventjes een woordje weet, ik ga het nu ook gewoon, meestal zet ik dat op Instagram. Maar nu ga ik ook gewoon even zeggen van, als jij nog wel een leuke woord weet of jij weet nog iets, laat het gewoon even weten in de comments. Je kan ook altijd gewoon naar mijn Instagram gaan door op de banner. Op de computer staat de banner. Bij de banner staat een link naar mijn Instagram. Dus als je daar gewoon even op klikt op die link, kom je direct op mijn Instagram uit en dan moet je mij volgen. En heel af en toe moet je dan gewoon eens even kijken, want dan zet ik er soms een verhaal op of een story, hoe dat je het wil noemen. En dan laat ik jou gewoon een woord zeggen en dan kom je misschien nog in de video met je woord. Dank je wel, meneer, en tot de volgende keer.